Goedenavond, het is 7:02 op vrijdag 14 april. Een uitzending over de opening van de voedselbank Stad Wolde. Het accordeonfestival Blueprint bestaat 25 jaar en 200 jaar Nieuw-Buinen. Wat leuk dat je kijkt naar 1 op vrijdag. Zometeen praten we met Peter Zwiers. Hij is voorzitter van de stichting 200 jaar Nieuw-Buinen. Met presentator Thomas Kaldijk kijken we terug op 25 jaar Blueprint. Aan tafel zit Jacques Putz en Pietro Adragna komt zometeen ook nog aan het woord. Met hen gaan we het hebben over het accordeonfestival dit weekend in Stadskanaal. Maar we beginnen met Natasja Smit. Want sinds het najaar van 2022 heeft de voedselbank Stad Wolde de nieuwe voedselbank in de gemeente Stadskanaal en Veendam. Vandaag was dan eindelijk de opening van het pand. Natasja, fijn dat je er bent. Voedselbank Stad Wolde, wat is jouw rol bij de voedselbank? Nou, ik moet even een klein stukje verbeteren. Het is niet gemeente Stadskanaal en Veendam, maar Stadskanaal en Westerwolde. Sorry, Westerwolde, ja. Vandaar ook de naam Stad Wolde, een samenvoeging van die beide gemeentenamen, zeg maar. Mijn rol is penningmeester en ik doe momenteel ook een beetje PR erbij. Want bij het oprichten van zo'n voedselbank komt heel veel kijken. Nou, waar zijn jullie tegen aangelopen? Nou, in allereerste instantie vooral dat het heel snel moest. Want beide gemeentes hadden in de oude voedselbank hun vertrouwen opgezegd. En dat was per 1 oktober. En eigenlijk wilden we niet dat mensen in een vacuüm terecht zouden komen. Dus dat ze van de een op de andere dag niks meer zouden krijgen. Dus wij moesten heel snel een faciliteit bedenken, zodat zij ook wel hun pakketten zouden krijgen. En we hebben heel veel hulp gehad van de voedselbanken in onze regio. Met name van Voedselbank Veendam. Dat was heel fijn. Vandaar dat ik ook wel snap dat je Veendam... Ja, ik wil zeggen, Veendam was al heel belangrijk voor jullie als start. Zeker. Wat was hun rol daarbij? Nou, zij hebben in eerste instantie onze klanten zeg maar opgepakt. Dus de mensen die konden zich snel melden. En zij hebben in eerste instantie ervoor gezorgd dat zij wekelijks een pakket kregen. En ze hebben onze vrijwilligers ingewerkt. Dus de nieuwe vrijwilligers die zich bij ons melden, die konden bij Voedselbank Veendam ingewerkt worden. En wij hadden daardoor even de tijd om te zoeken naar een geschikte locatie. Want ja, die zijn niet zo, hè, de woningnood is hoog, maar ook locaties vinden voor zoiets is moeilijk. Maar we hebben gelukkig een pand gevonden aan de Touwslagen, nummer 2, hier in Stadskanaal. En daar hebben we hard aan gewerkt om de verhuizing zeg maar, te realiseren. En we zijn nu al een paar weken goed van start gegaan op ons eigen plekje. Ja, vandaag was dan de opening van het pand. Nou, het wordt nog niet een open dag, zei je net al. Echt de opening voor de wethouders en andere belangrijke mensen. Ja. Hoe ging dat? Ja, we hebben gemeend dat het goed was om de opening te laten verrichten door de beide gemeentes. Omdat ze ook eigenlijk wel onze basis zijn. Hè. Zij dragen ook een flink steentje bij in onze voedselbank, financieel gezien. En daarom zeiden we van dan maken we daar een openingsmoment van waarbij de beide wethouders van de gemeente die gaan over armoede, dat die de onthulling konden doen van onze naam. Hè. We hebben een mooie naamplaat op de gevel, je ziet ook de foto en daar hadden we een kleed overheen en zij hebben de naam zeg maar onthuld. Die was natuurlijk wel al bekend, maar ja, je bedenkt een mooi officieel moment. En wij konden ze op die manier ook even voorlichten van wat gebeurt er allemaal bij ons, wat komt er allemaal bij kijken. We waren met een comité van het bestuur, maar ook met een aantal vrijwilligers. Vrijwilligers die zeg maar in dit pand de pakketten inpakken, maar ook vrijwilligers die op de uitgiftepunten zitten en de pakketten aan de klanten verstrekken. Chauffeurs, we hebben een aantal chauffeurs die met onze bus rondrijden. Dus ik denk dat het heel informatief voor hen is geweest. En ze waren ook zichtbaar onder de indruk. Ja, want jullie hebben hard gewerkt uiteindelijk. Het pand was helemaal leeg, achtergelaten. Mm-hmm. Maar er moest veel gebeuren aan het pand. Ja, op zich hebben we niet zo heel veel geverfd of gedingest. Dat viel wel mee. Zeg ik nog gedingest. Maar met name, er moest een grote koel- en vriescel in komen. En daar heb je ook techniek voor nodig. We hebben natuurlijk de inhoud moesten komen, lange tafels. Je ziet hier ook een plaatje van hoe het aan de binnenkant uitziet. We zitten nog niet op de juiste plek, zeg maar wel in dit pand. Maar we krijgen ook de loods die ernaast ligt, die krijgen we nog bij. En het is de bedoeling dat zeg maar, de voedselvoorraden dat die in de loods worden opgeslagen straks. En dan hebben we iets meer werkruimte voor het vullen van de kratten. De kratten, dat zijn zeg maar, de pakketten die de klanten van ons krijgen. Zij doen dat in een tas en nemen het mee naar huis. Maar in die kratten wordt dan de samenstelling van de pakketten
gedaan. Ja, dus dat wil je dan nu doen waar het nu, nou ja, het eten staat, de voorraad staat. Ja, we hebben nu echt de ruimte in twee gedeeltes opgedeeld. Van het eten, de voorraad en het andere gedeelte wat inpakken. En ja, normaal gesproken zou je, we hebben ongeveer 220 kratten te vullen. Dat kan nu niet in één keer, dus we doen het nu in etappes. Eerst 80, dan nog eens 80 en dan de rest. Maar het mooiste zou zijn als je ze allemaal tegelijkertijd kunt uitzetten. Want dan kun je gewoon, ja, zo werken de inpakkers. Die pakken een krat met blikken bonen. En er wordt gewoon in elke bak wordt een blik bonen gestopt. Ja. En nu moeten ze dus steeds een serie doen. Alles opstapelen en nieuwe kratten neerzetten. Dus het is wat omslachtiger. Ja, hoeveel ruimte hebben jullie dan nodig als voedselbank? Wat is idealiter? Oei, ja, vraag je me naar oppervlakte. Nou ja, ik denk, je had het over de open dag. Ik denk dat we dan zo'n beetje hebben gerealiseerd dat we deze hele werkvloer, zeg maar, kunnen vrij hebben voor het werkruimte. Ja. En dat we dan alle voorraden daaruit hebben en dat die dan in de lood staan. En dat is ideaal. Had jij verwacht dat je zoveel ruimte nodig had als voedselbank vooraf? Nou ja, weet je, toen ik er op 1 oktober instapte, had ik echt geen idee. Gewoon helemaal niet. Maar we zijn in Veenam geweest, we zijn in Emmen geweest en dan krijg je wel langzamerhand een beeld. En dan weet je wel, dus zo ziet dat eruit en zo gaat het in zijn werk. Iedere voedselbank heeft wel een eigen werkwijze. Maar omdat vrijwilligers van ons ook in Veendam hebben meegewerkt, hadden ze wel gauw ook een bepaalde voorkeur van, zo zouden we het graag willen doen. Daar luister je natuurlijk ook naar. Ik bedoel, en dan is het gewoon een stukje faciliteren van wat kunnen we regelen voor jullie. En dat wil je zo goed mogelijk doen. Ja, je zei al, je wist er niet heel veel vanaf hè, toen je in 1 oktober startte. Mm-hmm. Hoe ben je daarbij betrokken geraakt? Ja, op uitnodiging. Gosina Brongers, zij is hier al eens keren geweest. Ja. Zij is onze voorzitter. Zij komt uit de politiek van Stadskanaal. Zij is benaderd door de gemeente van zou jij dit willen oprichten? En zij is op zoek gegaan naar, eigenlijk heel specifiek. Naar, ik heb iemand nodig die iets weet over financiën, die de financiën kan beheren. Nou, in haar netwerk heeft ze gevraagd en toen kwam mijn naam bovendrijven. Zo heeft ze ook iemand echt gezocht die specialist is op het gebied van voeding. Nou, toen kwam Ron Groenewald zijn naam bovendrijven. Ja. En zo zijn eigenlijk alle bestuursleden geselecteerd op hun specialisatie, zeg maar. Ja. Ja. Waarom heb jij ja gezegd hier tegen? Ja, omdat ik dat zelf wel heel belangrijk vind. Hè. Ik ben natuurlijk nog steeds werkende. Ik ben nog niet gepensioneerd, zoals heel veel vrijwilligers van de voedselbank. Ja, daar zijn we heel blij mee trouwens, hoor, met de gepensioneerde vrijwilligers. Maar ik werk in het onderwijs, op een basisschool. En ik zie gewoon dat armoede een ding is. Het is er. En je gezinnen hebben het moeilijk. En kinderen worden daar de dupe van. En daarom dacht ik van, ja, dit is wel mijn manier om er een steentje aan te kunnen bijdragen. Dus ja, vanmiddag werd ook al door de wethouders gezegd, eigenlijk is het geen feestje. Eigenlijk is het niet feestelijk om een voedselbank te moeten openen. Want het zou mooier zijn als je hem kan sluiten. En dat zijn we allemaal roeren mee eens. Dat willen wij ook. Gewoon het liefst dat het in Nederland niet meer nodig is. Maar ja, zolang het nodig is, ja, dan moeten we het goed doen, vind ik. Is het ook belangrijker in Oost-Groningen, een relatief arm gebied, dan ergens anders in het land? Zie je dat hier meer aanmeldingen zijn? Nee, het is door het hele land heen. Het is niet specifiek ons gebied dat er meer vraag is. Wat we wel denken dat er nog veel verborgen armoede bij ons is. Wij denken dat er nog wel veel mensen zijn die toch een bepaalde schaamte hebben of een bepaalde drempel over moeten om zich te melden. En dan is het ook fijn dat je dan hier ook mag zeggen van, goh, als je denkt, ik kan dat steuntje goed gebruiken, heb die hulp nodig. We hebben een website en dan kun je heel gemakkelijk van de knop gebruik maken of van het telefoonnummer. En dan meld je. En je wordt vriendelijk te woord gestaan. We gaan even rustig met je kijken van hoe sta je ervoor. En dan willen we heel graag helpen. Ja, je zei al, we hebben sinds kort, vandaag was de opening van het pand. Hiervoor waren jullie in het begin van dit jaar, van 2023, kregen jullie de sleutel van het pand. Ja. Hoe hebben jullie dat hiervoor gedaan? Vanaf oktober tot december? In Veendam. In Veendam. Dus gewoon de mensen van Veendam kregen een dubbele lading erbij. En eigenlijk twee keer hun normale lading. Ja. Dus vrijwilligers van ons gingen daar dus ook helpen. Werden ingewerkt, maar ook tegelijkertijd te helpen. En dat was voor met name voor Voedselbank Veendam wel een hele verzwaring van hun taak. Dus zij waren ook wel heel erg blij dat we eindelijk ons eigen pand hadden. En dat kan ik me heel goed voorstellen. Want ja, normaal gesproken, daar streven wij ook naar. Vrijwilligerswerk moet ook behapbaar blijven. Dus we hebben een grote groep vrijwilligers en dat is in Veendam
ook zo. En dan zorg je ervoor dat mensen ongeveer een ochtend in de week eraan besteden. Niet meer. En dan blijft het ook te doen en blijft het haalbaar. Maar in Veendam waren mensen soms die de hele dagen ermee bezig waren. En ja, dat is niet een situatie die je graag wilt continueren heel lang. Nee, je had het al over vrijwilligers. Was het moeilijk om vrijwilligers te vinden? Nee, wonderbaarlijk niet. Nee, het is, we krijgen elke week nog weer aanmelding van vrijwilligers. We zitten nu in Voorstadswolde met een groep van ruim 50 vrijwilligers. En het is echt, dat is heel fijn. Het is een hele gezellige, leuke, fijne groep om mee te werken. We merken gewoon heel veel positiviteit. Dus dat is heel fijn. Dat ging heel makkelijk, ja. Ja. Heb jij nog contact gehad, of hebben jullie nog contact gehad met de oude voedselbank, Voedselbank Zuidoost-Groningen? Want zij moesten stoppen, ze hadden ook hun expertises. Mm-hmm. Nee, er is weinig contact geweest. Er is vanuit de projectgroep, zeg maar, vanuit Voedselbank in Nederland is er eerst een projectgroep opgestart. Waar Gozina onderdeel van uitmaakte, die dan ons het setje in de rug gegeven heeft om te starten. Ja. Is er geprobeerd contact te leggen, maar dat verliep heel moeizaam. En we hebben eigenlijk niet van zijn expertise gebruik kunnen maken. En dat is aan de ene kant jammer, aan de andere kant ook wel, wij willen het graag heel goed doen. En ik geloof dat we dan beter kunnen kijken naar bijvoorbeeld Voedselbank Veendam, Voedselbank Emmen, Voedselbank de Hoge Land. Dat zijn de voedselbanken die succesvol draaien. Ja, ja. Er zijn veel acties de laatste tijd geweest voor de nieuwe voedselbank. Onder andere de volleybalclub in Stadskanaal, Tyfoon heeft wat gedaan, paaseitjes. Hoe valt dat bij jullie? Ja, fantastisch. Dat vinden we heel mooi. Want dit geeft ons de gelegenheid om ook met Pasen even iets extra te doen. Want je wilt ook graag de klanten ook dat gevoel van Pasen geven, van feest. En nou ja, dit maakt dat natuurlijk heel erg mogelijk. Zo kregen we ook 2000 verse eieren gedoneerd. Dus we hadden echt een mooi paaspakket wat we konden uitreiken. Nee, hier zijn we echt heel blij mee. Ja, echt heel fijn. Zie je dat veel gebeuren of kan het nog meer volgens jou? Nou ja, we zien dus dat de voedselstroom wat aan het opraken is. Hè. Normaal gesproken krijgen onze bus rijdt een winkelroute. Die haalt dan de restproducten op van de winkels. Ja. We zien dat dat afneemt, omdat heel veel winkels brengen ook hun eigen leftover zeg maar, in de uitverkoop. Vroeger werd dat weggedaan. Ja. En je ziet dat ook landelijk. Hè. We hebben een groot distributiecentrum. En ook van daaruit komt steeds minder onze kant op. Dus ja, wij kunnen wel hulp gebruiken. Dus als mensen acties houden, dan ja, graag. Ja, ja. Hoe kunnen mensen zich dan melden? Nou ja, we hebben dus een website. Dat is gewoon www.voedselbankstadsvolde.nl. En daar staan contactgegevens op. Je kunt e-mailen, je kunt bellen. Als je e-mailt, is altijd iemand die neemt contact op, of Gozina, of misschien onze secretaresse Wilma. En dan horen we graag wat de plannen zijn, wat de ideeën zijn. En vinden we heel fijn. Ja, als mensen nou geïnteresseerd zijn in jullie nieuwe pand en willen kijken, is er al een datum voor die open dag? Nee, datum is er nog niet. We hebben heel veel plannen en we willen dat ook heel graag deze zomer realiseren. Dus voor de zomervakantie nog, omdat we ook vanuit onze eigen kring van naasten wel horen van, goh, best benieuwd en hoe werkt het allemaal. Dus we willen graag een grote open dag organiseren. En ik zou daarom ook zeggen van, hou de Facebookpagina van ons in de gaten. Mm-hmm. Dan zullen we het ook op de website zetten, maar Facebook, de meeste mensen hebben dat wel. Dan kondigen we hem groot aan. En misschien willen jullie het dan ook nog afkondigen dat hij er is. Dan hopen we heel veel mensen te kunnen laten zien hoe we werken. Komt helemaal goed. Natasja, dankjewel dat je aan was schrijven. Graag gedaan. Ja, naast Natasja zit Jacques Putz. Jacques, goedenavond. Goedenavond. Ja, met jou gaan we het heel anders hebben, namelijk het accordeonfestival dit jaar. Ja, vertel. Ja, voor de 10e keer al. Tweede lustrum. Ja, dat is bijzonder, toch? Voor een accordeonfestival. Eerste 5 jaar hebben mijn vrouw en ik het georganiseerd. En vanaf 17 hebben we na het festival, in de zomer, hebben we een stichting opgericht. Wel meer aanslag. Maar dat kwam ook door dat ik anderhalve week voor het festival 17 in het ziekenhuis lag. Vanwege de rikketikproblemen. Oh, wauw. Dat was moeizaam om te organiseren in 2017 daardoor. Ja, ik zat dus op een gegeven moment in het ziekenhuis met de laptop. Ik kreeg van al de spulletjes binnen natuurlijk. Ja. En ik mocht er gelukkig na 3 dagen uit. En had ik nog een week. En dat is een signaal geweest van, we gaan een clubje oprichten. Als er eentje uitvalt, als ik uitval bijvoorbeeld, dan kan iemand anders dat overnemen. Nou, je bent natuurlijk niet meer de jongste, dus het is ook fijn om dat dan wel op te bouwen, lijkt mij. Ja, dat is. We zijn er blij mee dat we dat toch gedaan hebben in 2017.
Was het moeilijk om zo'n stichting dan neer te zetten? Ja, dat is niet. Daar kwam ook wel wat bekijken natuurlijk. Ja. We hebben nu een bestuur van 5 personen. Penningmeester, mm-hmm, uiteraard. Voorzitter en secretaris. Mijn vrouw is secretaris, ik ben de voorzitter. En dan hebben we nog 2 accordeondocenten. Daar ben ik heel blij mee. Want die hebben ook weer een netwerk van in hun wereld. Ja. Is er ook een beetje de 2 bij, die hebben een accordeonorkest. Ze geven les op verschillende scholen, dus dat is heel mooi. Daar zijn we blij mee. Uiteindelijk vanaf 2017 dus die stichting. Met de stichting. Ja. En dan kun je ook subsidie aanvragen. Dat lukt niet elk jaar, maar goed. Dus je moet een begroting opmaken. En als er eentje uitvalt, dan heb je zo'n gat in de begroting. Ja. Dus dan moet je dat weer op de een of andere manier, door meer kaarten te verkopen, wat proberen op te lossen. Ja, want hoe groot is het festival? Nou, het is wel bekend geworden in die 10 jaar. Ja. En we hebben ook een website aan, accordionfestival.nl. We hebben ook een Facebookpagina. Ik heb helemaal niks met Facebook, maar ik heb het speciaal voor het Calling Festival, heb ik dat natuurlijk wel... Ja, aangemaakt. Aangemaakt, want dan kun je ook wat reclame maken. Nou, dat is ook zo. Deze meneer, Henny, die is vorig jaar helaas overleden. Die is 2 keer bij ons geweest, Henny Langeveld. Dat was de stichter van het Melandorkest. Hij arrangeerde alles. Ze gingen elk jaar naar Japan. Een heel bekend Melandorkest. De ouderen die weten dat wel. De mm-hmm. jeugd weet dat natuurlijk niet. Dat is een hele grote accordeonist. Helaas vorig jaar overleden. Ja, hoe vaak is hij bij jullie geweest? 2 keer. 2 keer. Ik had hem nog een 3e keer willen hebben. Maar de 2e keer zat hij al met problemen. Hij heeft toch gespeeld. Dus, maar dat laat je dan niet merken natuurlijk. Hij speelt dan gewoon. Maar ja. Maar ik had hem dus wel nog een keer willen laten komen. Maar je bent met z'n 5 nou, hè? Ja, dus jouw mening telt niet meer alleen. Nee, juist. Dus dat tellen meer meningen. En ja. Dat moet ook dan, hè? Ja, zeker. Hé, hey, Jacques, wat vind jij zo bijzonder aan dit festival? Nou, dat we een enorme kwaliteit hebben. Als je nou hier die Pietro de Ranje hebt. Die heeft de Coupe Mondiale gewonnen. De Trofee Mondiale. De Primus Icaline. En in Klingenthal ook het festival. Dat zijn gewoon top concoursen en die wint hij gewoon. Ja, dat is echt de beste van de beste. Dit is gewoon een hele goede, ja. Ja, en dus, hoe vaak hebben jullie hem al gehad? Hij staat hier ook, Pietro. Hoe vaak heb je Pietro al gehad? Dit wordt nu de 4e keer. Ja. Hij speelt nu op een Settimio nieuwe coin, Settimio Soprani. Hij deelt hem op dan in 2. Ja. Want hij mag natuurlijk niet mee gegooid worden. Hij pakt hem helemaal in. Ik heb daar foto's van gemaakt met weet ik wat, allemaal spulplastic en karton en allemaal plakband. In 2 delen. Ik kan het gewoon in de bagage meenemen. Nou, dat is dat belangrijk dat ze dat zelf meenemen? In het vliegtuig, ja, zeker. Ja, ja. Alleen ze hadden weer een ontiegelijke vertraging. Daarom zijn we ook laat gekomen. We zijn gisteravond begonnen. En weet ik wat, ergens in Palermo 3 uur vertraging. Slecht geslapen. Op een gegeven moment naar Rome. En van Rome weer naar hier. Ook weer vertraging, trein gemist, daarom zijn we dus een beetje aan de late kant. Ja. Want als ze toekomen, even een kopje koffie, even een douche nemen, weet je wel. Dus we hadden iets eerder willen komen, sorry, maar dat zat er net niet. Ja, voor de kijkers die denken, maar ze zitten toch in de uitzending. Nou, normaal gesproken ga je met artiesten inderdaad even soundchecken van tevoren. Dat is 5 minuten voordat het programma startte. Tijdens de reclames moest dit nog gebeuren. Gelukkig is het allemaal goed gekomen. Ze hebben gevraagd om 2 nummers te spelen. Ja, als het kan wil Pietro 1 nummer, een solo, one piece, hè. En daarna, als het kan, nog samen met, moet ik even de naam, Chiara... Chiara. Cernesi, hè? Chiara. Chiara Cernesi. Moeilijke naam. Nou, laten we beginnen met de solo. Ja. Oké. Thank you.
Wauw. Graag gedaan, dank jij. Jij dank je wel, allereerst. Zometeen horen we meer van jou. Maar Jacques, ja, dit is dus het niveau wat hij speelt op het Accordeon Festival. Heerlijk, ja, ja. Akoestisch ook, hè. Is fijn, hè. Het is echt niet dat elektronische. Ja. Daar heb ik dus helemaal niks mee met die metal en noem maar op. Het is akoestisch. Ja. Ja, de vingertjes die moeten doen. En dat merk je hier. En dan de balkbeweging, hè. Ook dat ja, wat is de balkbeweging? Hoe noem je dat? Hoe kan je dat voordoen, de balkbeweging? Ja, dat is gewoon, dat is zo moeilijk. Ik speel een beetje Nagoya, maar dat is gewoon helemaal moeilijk. Ook die bello shake ook, dat is onvoorstelbaar. Ja. Maar je beheerst dat allemaal. Ja. Hey, ja, zeker. Je mag de microfoon wel even pakken, Thomas. Wat is het verschil tussen elektrisch en akoestisch? Ik dacht dat het altijd akoestisch was. Nee, elektrisch is gewoon elektronica. Okay. Is dat nog een andere klank daarin? De klank, zo'n naboot. Kijk, als je een keyboard, ik heb een keyboard. Nou, als je die accordion geluid hebt, dat lijkt nergens op. Als je dan echt accordion hebt, dat is echt. Maar elektronica is nep. Ja. Je hoort hier ook de zuigende werking van de lucht. Ja, in de balg. Dat moet je voelen dan. Hè. Ja. Nee, dat is echt het verschil. Ja. En dat heb je niet bij de elektronica. Duidelijk. Hey, je bent begonnen in Stadsknaal met het Accordeon Festival. Waarom Stadsknaal? Ja, omdat we in Stadsknaal wonen. Ja. En er is een theater. Dus we willen het wel lekker dichtbij bijhouden. Dus, ja. Als je een heel eind moet rijden. Dus we moeten de stad gaan, dus dan gaan we naar het Theater Geert Thijs. Het is een mooi theater. Nou, ik wou zeggen, van het begin af aan zaten jullie al in Geert Thijs. Ja. Ja. 10e editie. Nooit gedacht, laten we naar een ander theater gaan wat groter, dat er meer mensen heen kunnen. Nee. Het is gewoon echt een heel mooi theater. Ons streven is dus om die zaal beneden dus behoorlijk vol te krijgen. Nou, net voor corona in 2019 zaten we net over de 300. Dat was groeiende. Maar toen kwam die corona. Mm-hmm. We hadden toen nog geluk dat we dan in 2020 was dat. Er was 4 dagen na ons festival, ging het naar 100. En die zondag was het 0. Ja, dus vlak voor de corona-restricties. Maar we hebben wel heel veel, want de mensen waren bang. We hebben ook veel oudere mensen. En ja, die corona afbellen, heel veel. Dus dat is, en 21 niks. En vorig jaar dan 22, ja, moet je weer een beetje opbouwen. 2025, we hopen nou weer een beetje te groeien. Ja, want hoe is de animo voor het festival? Ja, best wel goed eigenlijk. Je bouwt ook op een gegeven moment een adressenbestand op. En er zijn ook bij, niet iedereen kan dan. Hè. Je hebt een datum, ja, de een heeft dit, de ander heeft dat. Maar als je adressenbestand nog wat groter is, heb je meer kans dat je dus scoort. Ja, wat is het publiek wat komt? Ja, toch wel echte accordeon mensen. Echte liefhebbers? Echte liefhebbers, ja, zeker. Want het is gewoon een middag lang luisteren. Ja, het is een hele set, hè. Het begint om 1:30, 1,5 uur. Dus ik krijg 4 sets. Mm-hmm. Elke accordionist of elke set. Of elke accordionist. Of we hebben ook een duo dan, die ook een duo. Krijgt dus een setje van ongeveer 20 minuten. En dat 4 keer. Ja. En dan pauze van 1,5 uur. En dan nog hetzelfde. Ook weer 4 keer. En dan heb je 2 keer 1,5 uur. En in die pauze kun je even naar de foyer, een kop koffie drinken. Er is ook een grote stand van Muziekhuis Da Capo. Mm-hmm. Daar staan wat accordeons en wat bladmuziek. Daar kun je wat praten. En je komt veel mensen tegen natuurlijk in die accordeonwereld. Je maakt een praatje. Dat is gewoon gezellig dan. Ja. Waar komen de mensen vandaan? Het hele land. Duitsland, België, het hele land. Ja, het is niet alleen qua accordeonisten internationaal, maar ook qua bezoekers. Ja, zeker. Ja. Ja. Pietro? Good evening. Good evening. When did you start playing the accordion? I was 5, almost 6 years old. Yeah, then you started. Now you are? Teacher, maestro. Yeah, but what's your age? Okay, 34. Yes, so almost 30 years you play the accordion. Yes. Why do you play it? Accordion, because I love this instrument. It's a little box with sound, so it's my dreams from when I was very child. Yeah, when did you get in love with the accordion? At 5. Yeah. At 5, yes. And why? Why? Because I saw this instrument in, dance room that play for dancing, and I saw this, oh, I want this. And then until now, I don't know if I choose her or choose me. I heard you are the Michael Jackson in the world of the accordion. Yes. Do you agree with that? Yes.
Yes, and you are here in the Netherlands now, and you're going to play on the International Accordion Festival. What do you like so much about the festival? About this festival in particular, I love the organizers. Jack and Jen are wonderful. And every time that they invite me, it's a pleasure, with big pleasure to come back. I love the organization, of course, the other musician, because it's a very, very big festival. I think it's perfect. Yeah. The second song you are going to play, what it's about? This year I come back with a new project, and F and F duo with Chiara, and we play one piece of my composition is Together, that I write during lockdown, and the name is Together, to come back together. Yeah. Okay. Success. Thank you.
you so much. Ja, Jacques, aankomende zondag, dus 16 april, het Accordeon Festival vanaf half twee. Half twee tot vijf uur is het af. In het Geert Thijs Theater. Hoe kunnen mensen aan kaartjes komen? Bellen, mailen. Via Facebook? Op de website staat een kaart, Facebook, legio mogelijkheden. Helemaal goed. Dankjewel voor jullie komst. Of gewoon naar het theater komen. Ze kunnen gewoon ook aan de deur kopen? Ja. Helemaal goed. Dankjewel voor jullie komst. Normaal gesproken vragen aan gasten om de hele uitzending te blijven. Voor jullie maken we een uitzondering, want jullie moeten nog eten. Ze zijn echt net uit het vliegtuig gestapt. Dank jullie wel voor jullie komst en veel plezier dit weekend. Even een nice weekend. Ja, 25 jaar een radioprogramma presenteren is niet voor velen weggelegd. Laat staan 25 jaar een bluesprogramma. Thomas Kaldijk heeft dat gedaan. Voordat we met hem gaan praten, kijken we eerst naar een van de artiesten in zijn programma. I hear the train is coming, it's rolling round the bend, and I see the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom prison, and time keeps dragging on. But the train keeps rolling, all down to Sedentum. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. There's rich folks eating from the fancy dining car. They probably drink a coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep moving, and that was too. From this prison, if that railroad train was mine, bet I'd move it on a little farther down the line. Far from Folsom prison, that's where I want to stay. And I let a lonesome whistle blows my blues away. Ja, dat was, je zei het al, Thomas, een van de laatste. Nou, de studio is weer opgeruimd, het is weer helemaal leeg hier. Nou, Thomas, fijn dat je er bent. We gaan het met jou ook over muziek hebben, maar dan over een heel ander soort muziek. Dan gaan we even terug, 25 jaar een radioprogramma maken. Nou, hoe is dat? Ja, in 1998 ben ik begonnen en ik heb er nog steeds veel plezier in. Dus, en zeker die live sessies die ik organiseer, die zijn met name bekend, denk ik. En, ja. Ja, ik heb er nog steeds veel plezier in, dus vandaar. En je zei blues, ik doe veel meer. Hè. Het is Americana, country, soul, dus ik, van alle. Veel breder geworden. Ja, hoe ben je begonnen dan? Nou, er stond een advertentie in een van de plaatselijke bladen, zeg maar, destijds. Voor vrijwilligers, bij Radio Parkstad destijds. Mm-hmm. En daar heb ik me toe voor opgegeven. En ik had toen al een brede platencollectie. En zo is het eigenlijk begonnen. Ja. En in 2004, toen vroeg B. Wever, helaas overleden, maar een van de muziekgoeroes in Veendam. En Rob Jansen van
groot café Jansen en Jansen destijds om, ja, om ook live sessies te gaan organiseren in groot café Jansen en Jansen. Dus toen zijn die live sessies begonnen in 2004. Ja, maar dat doe je echt in die afgelopen 25 jaar, heb je alles zelf gedaan, toch? Ja, ja, het is eigenlijk een eenpitter. Ook die live sessies die, organiseer ik zelf. Dus ik probeer dan gasten ja, te vragen, zeg maar, om bij die live sessies aanwezig te zijn. Dus, en ja, dat lukt nog steeds. Ja, ja, want je hebt vier keer in de maand, elke zondag, heb jij gewoon een blueprint programma. Een gewone studioaflevering. En één keer in de 8 weken heb je live sessies, toch? Eén keer in de maand, één keer in de 5 weken om, om inderdaad een live sessie te organiseren. Meestal vanuit het Theater van Berestein in de foyer. Ja. En als die bezet is, dan de laatste tijd in Grand Café Java in Veendam. En dat waar het nummer wat we net zagen ook opgenomen was. Ja, Little Cash met Christophe Groen. Echt zo'n Johnny Cash, ja. Ja, fan, zeg maar. Ja. Josien Bakker was er ook bij. En ja, goed, dat zijn ook vaak Amerikanen en Canadezen die, die komen. Ja, als jij nou jouw maand moet beschrijven, hè, met, voor het programma, wat doe jij allemaal in zo'n maand om je normale radioprogramma's te maken en die live sessies? Wat gebeurt er allemaal? Nou, met de gewone studioaflevering, want ik krijg ontzettend veel cd's toegestuurd door platenmaatschappijen. Ja, zo langzamerhand ja, zit ik toch in een bepaald bestand, zeg maar, van de maatschappijen. Dus op maandag begin ik met mijn studioaflevering al voor te bereiden. En, ja, en daartussendoor veel mailverkeer met artiesten, zeg maar, die, die ik probeer te krijgen. Maar goed, hoe vaak word ik zelf gebeld of gemaild, zeg maar, dat ze kunnen komen. Ik werk de laatste tijd ook wel regelmatig samen met TV Friesland. Je hebt daar een heel mooi programma, Noorderwien. Dat is elke vrijdagmiddag. En de gasten die daar 's middags komen, die komen dan nou later bij mij in het programma. Want, ja, want je hebt altijd 's avonds een opname. Ik heb nou van 5 tot 7. Dat is altijd zo geweest en dat heb ik nog steeds. Dus die live sessies had ik van 5 tot 7 op vrijdag. Ja, dus die kunnen mooi door. Is het hetzelfde sportprogramma als Blueprint? Ja, nou, die hebben ook wel veel regionale artiesten in Friesland. Maar zeker die internationale gasten die op promotour zijn. En dat wordt vaak geregeld. Nou, dit is bijvoorbeeld in 2006 of 2007, geloof ik. Mm-hmm. Echt een wereldberoemde band, mensen. Als je van Bluegrass en Country houdt, de Chatham County Line uit Raleigh, North Carolina. Die waren in, ik dacht 2006, 2007 in Grand Café Java. Of nee, dat was toen Jansen en Jansen. Nou, je ziet het, we zijn heel eenvoudig begonnen. Gewoon op een stamtafel, een aantal microfoontjes. En dan de gasten eromheen. En die speelden dan 's avonds in het café een normale set, zeg maar. En dit was eigenlijk meer improvisatie. Wat we gewoon aan de stamtafel deden. Hoe groot is jouw programma eigenlijk als je het wereldwijd kijkt? Want mensen komen, artiesten komen echt vanuit alle windstreken van de wereld deze kant op. Veendam. Ja, ik kan dat moeilijk inschatten. Kijk, bij die live sessies heb ik 50, 60, soms 70, 80 mensen publiek, zeg maar. Dus ik heb echt wel een vast publiek. Ja, en hoe dat op internet ontvangen wordt, dat weet ik niet precies. Dus. Maar goed, ik heb vaste contacten ook met, wat ik zei al, platenmaatschappijen die hun artiesten op een promotour sturen. En cd's die ik ontvang. Ja. Peter, als je dit zo hoort, is dit jouw stijl muziek? Ja, toevallig ook wel. Mijn vrouw komt uit North Carolina, dus dat, deze zomer komen we nog weer in Nashville. Dus ja, dan is bluegrass en country is fantastisch. Dat heb ik jullie mooi naast elkaar gezet zo. Ja, dat is goed gepland. Ja, ben jij zelf wel eens die kant op gegaan? Een van de foto's, geloof ik, die misschien straks nog komen. Annie Keating woont in New York. En die heeft ons ook in 2013, geloof ik, uitgenodigd. Dus we hebben een week bij haar gelogeerd in New York. Dus ik heb wat dat betreft wel, of wij, mijn vrouw en ik, want wij ontvangen ook vaak artiesten thuis, hè, bij ons. Die dan ja, bij is zij een van die artiesten die thuis is geweest? Want ik hoor in de regie, bij de regie heel erg stoeien. Welke foto is het? Is het nou, deze of die foto buiten? Nou, dit is een van de... De gast, het is een van de meest geweldige bands die ik gehad heb. Net in het najaar, de Hello Darlings uit Calgary. En die worden wereldberoemd. Dat geef ik je op een briefje. En ik had dus ook puur mazzel dat vorig jaar ze nog niet zo bekend waren.
En ik ze mocht ontvangen tijdens een promotour. En we hebben ze s'avonds meegenomen. Nou, dit is een andere foto. Dit is mijn vrouw. Aan de links zie je Rami Mays uit Winnipeg. Mm-hmm. Met Andrew Neville. Dat was ook een van de eerste sessies die ik deed. Dat was in 2007 vanuit de foyer in, van Berestein. Ja. Een van de eerste. En nou ja, goed. Ze blijven vaak bij ons logeren, ontbijten, een warme maaltijd. En, dus dit was bij ons in de tuin. Ja, je hebt een bijzondere band met die artiesten en die bands die komen. Nou, omdat je, dat je ze thuis ontvangt, blijven die contacten vaak ook blijvend, zeg maar. En nogmaals, ja, we zijn al een paar keer in Amerika geweest bij die gasten. En we zijn ook ooit een keer op een heel groot festival op Vancouver Island geweest, waar we ook uitgenodigd waren door een van de artiesten. Ja. Nou, en dan zie je John Hyatt, Kris Kristofferson en al die mensen waar je ook in hetzelfde hotel mag logeren, zeg maar. Dus dat zijn echt de hele positieve dingen. Ja, maar eisen ze dan ook blauwe M&M's, om zo te zeggen? Die verhalen hoor je van artiesten? Of zeggen ze, nee hoor, al lang blij dat wij bij jou mogen logeren? Nou, het zijn vaak artiesten die dan aan het begin van hun carrière staan, zeg maar. En al lang blij zijn dat ze ergens kunnen optreden. En ik heb inderdaad een budget voor mijn sessies. Want ik ben al die jaren geweldig gesteund door de Stichting Wildervangfonds in Veendam. Waar ik elk jaar subsidie van krijg. Ja. En ook donaties van de muziekliefhebbers, zeg maar. Dus zo probeer ik mijn programma rond te krijgen. En dat lukt me altijd. Als je nou terugkijkt naar de afgelopen 25 jaar. Wat is dan iets waarvan je denkt, nou dat is iets wat gelijk bij mij opkomt? Nou, dat zijn niet echt uitschieters. Ik bedoel, ik heb bij mijn 1000ste aflevering heb ik bijvoorbeeld Melvin Milligan gehad uit Texas. Komt hij vandaan. Geweldige soul-artiest. En toen ik met pensioen ging, ik weet niet of een van die foto's, Annie Keating noemde ik net al, uit New York. Die heeft op mijn, dit is Hayward Williams, ook uit Wisconsin. En Annie Keating heeft bijvoorbeeld op mijn afscheidsfeestje, toen ik de school verliet, toen ik met pensioen ging, heeft ze daar gespeeld met haar band. Dus zijn echt wel hele leuke momenten. De krent uit de pap. Ja, zo zou je het kunnen noemen. Ja, 25 jaar, jij dacht, nou dat moet niet, dat moet naams bekendheid krijgen. Ik moet daar wat mee gaan doen. Ja. Wat ga je doen? Volgende week heb ik een avondvullende aflevering georganiseerd vanuit Theater van Berestein. En ik heb, dat begint om 7:30 al, dan heb ik Bart Ryan uit Nashville. Die gaat akoestisch spelen in de foyer. En dus ik begin in de foyer, ongeveer tot 7:45. Dan gaan we naar de theaterzaal, waar ook een podium is. En dan Sunken Lands, dat is de nieuwe band van Edwin Jongendijk. Mm-hmm. Nou, die is ook wel bekend van zijn Gronings repertoire. En Edwin is eigenlijk de gast geweest die ik denk het vaakst in mijn programma gehad heb. Die heeft er wel 7-8 keer in al die jaren bij mij opgetreden. Dus die wilde ik ook graag hebben. En die heeft toevallig een nieuwe band, Sunken Lands. Geweldige country rock. En ik sluit af om 10:00 weer in de foyer met Marcel Scherpenzeel. Want ik was nog steeds een geweldige Rory Gallagher fan. En er is meer de blues rock. Dus ik heb allerlei stijlen volgende week. En mijn programma Blueprint is ook vernoemd naar een LP-titel van Rory Gallagher, een Ierse gitarist. Dus het moest dat daar iets mee ging gebeuren? Nou, ik wilde graag daar toch ook verbinding mee leggen. Dus dat zijn de artiesten die volgende week optreden. En als mensen nou kijken en interesse hebben en die denken, nou, volgende week vrijdag, ik heb nog niks in de agenda staan. Hoe kan dat? Kunnen zij... Via Van Berestein, Theater Van Berestein, die hebben kaarten. Ik geloof dat er inmiddels 150 kaarten waren verkocht. Dus, wow. Dus ik ben heel tevreden. Dus ik denk dat het een redelijk volle bak wordt. En dus ze kunnen het theater bellen. Of ik denk op de avond zelf dat er ook nog wel kaarten zijn. Dus volgende week, 7:30. In het Van Berestein. Ja, de hele, niet alleen de foyer dit keer, maar het hele theater staat in teken van Blueprint. We hebben het hele foyer en theater en gaan we twee podia gaan we dan maken. Fantastisch, Thomas. Dankjewel dat je aan mag schuiven. Heel veel plezier volgende week. Zal vast en zeker lukken. Ja, Peter, we hoorden jou net al even. Jouw vrouw komt dus uit Amerika. Maar daar gaan we het niet over hebben, want verhuizen is wel iets. Jij bent sinds kort inwoner van Nieuw-Buinen. En je bent ook voorzitter van 200 jaar Nieuw-Buinen. Ja, Stichting 200 jaar Nieuw-Buinen. En nog een maandje, dan gaan we dat groots vieren. En we zijn nu echt bezig met de laatste voorbereiding. En je ziet het enthousiasme en de energie.
ja, met de dag groeien. Dus dat is prachtig. Ja, het eerste weekend van juni is het feest in het Lindorp. Hoe staat het met de voorbereidingen? Ja, ontzettend goed. We hebben vanochtend nog een vergadering gehad en eigenlijk zijn we echt met de laatste details bezig. Zoals woensdag zaten we, nou, het is een beetje een muzikale uitzending vanavond. Afgelopen woensdag zaten we met 8 artiesten die gaan optreden, ook tijdens onze openingsavond. Allemaal uit Nieuw-Buinen en Buinenveen. Mm-hmm. Ja, en dan zie je ook hoeveel talent, alleen al muzikaal talent, Nieuw-Buinen en Buinenveen rijk is. Ja, en wat gaat er allemaal gebeuren? Je zei al, bij de opening komen dus 8 talenten uit Nieuw-Buinen en Buinenveen op het podium staan, maar er gaat veel meer gebeuren. Zeker, op woensdagmiddag hebben we eerst een mooi programma voor de jongste jeugd. Dan is eigenlijk ook de opening, dat laten we doen door de 4 kinderraadsleden die, van de 4 basisscholen in Nieuw-Buinen en Buinenveen. Ja. Dat vinden we eigenlijk belangrijker nog dan de volwassenen. Ik bedoel, uiteindelijk draait het om de jeugd. Nou, 's avonds hebben we natuurlijk dan de aftrap. Ja, dan komt de burgemeester nog wel. En dan hebben we dus een 8-tal optredens, waarbij ik toch een aantal even wil noemen. Met onder andere Chantal Hulshoff, een 18-jarig talent uit Nieuw-Buinen. Ja. Nou, de Young Ones die voor het eerst op gaan treden. Natuurlijk ook Tiroler Henkel, met ook Freddy de Bruin. Maar ook, en dat is ook wel een bijzondere, de Partymakers. 50 jaar terug hebben ze ook opgetreden tijdens het feest. Ja, nu 50 jaar later komen ze speciaal voor deze gelegenheid gaan ze nog een keer weer optreden. Dus dat is weer heel bijzonder. Ja, er is ook een vlag ontworpen, speciaal voor 200 jaar Nieuw-Buinen. Daar hebben we een foto van. Wat betekent die vlag? Ja, die is ontworpen door leerlingen van de 4 basisscholen. Nou, je ziet daar de glasblazer in staan, de turfspaden, de vlaggetjes. Want ja, uiteindelijk zijn er een aantal echt enthousiaste vrijwilligers. Ik geloof dat ze 63.000 vlaggetjes of iets in die geest hebben gemaakt. Bizar. Echt onvoorstelbaar. Allemaal duurzame vlaggetjes. Ja, en dat zijn, die zijn nu ook allemaal uitgedeeld aan de inwoners van Nieuw-Buinen en Buinenveen. En op 13 mei, onze grote vizierdag, ja, dan gaat Nieuw-Buinen en Buinenveen. Dan zul je ook echt zien dat het groot feest wordt. Al moet ik zeggen, we hadden het net over de vlag. Ja, de eerste 250 zijn verkocht. We hebben gisteren 100 nieuwe bijbesteld. En vanochtend waren daar de eerste 20 ook alweer van verkocht. Dus die vlag gaat goed. Als ik door het dorp rij, zie ik regelmatig de vlag al ergens hangen. Ja, zeker. Ja, en komende week gaan we daar ook de eerste taart onder verloten. Dus, want er is een wedstrijd? Nou, wedstrijd. We verloten gewoon onder de mensen die de vlag uit hebben. Gewoon een leuke, lekkere taart. Gewoon om te, ja, een beetje te stimuleren dat we met elkaar aan de slag gaan. Omdat het feest is. Zeker. Wat is jouw persoonlijke hoogtepunt van het feest? Nou, dat gaat natuurlijk nog komen. Maar als ik nu gewoon zie hoeveel energie en enthousiasme er vrijkomt, hoeveel mensen erbij betrokken zijn. En als je nu al ziet van, goh, wat een onlangs een vrijwilligersbijeenkomst om te kijken van wie wil waar meehelpen. En dat je met volle lijsten bijna weer naar huis gaat, omdat iedereen wil gewoon daar een grandioos feest van maken. Het thema is ook Bunemond broest. Nou, en dat gaat ook echt gebeuren. Ja, het broest. Nieuw-Buinen is een lang dorp, een verspreid dorp. Wordt alles op één plek gehouden of gaan jullie op meerdere plekken iets neerzetten? Het festivalterrein is wel op één plek, maar we hebben echt wel gekeken om ook wat meer ook bijvoorbeeld in Buinenveen te doen. Daar is ook een dorpsontbijt, daar is ook een optocht met versierde fietsen voor de kinderen. En natuurlijk komt ook de toertocht van oldtimers komt daar ook langs. Ja, jij was al betrokken voordat jij in Nieuw-Buinen kwam wonen, als ik het goed heb. Klopt. Ja, waren de plannen er al om toen naar Nieuw-Buinen te gaan of wou jij naar Nieuw-Buinen gaan omdat jij voorzitter was en dacht, wauw, een mooi dorp? Nee. Men wist dat ik daar naartoe zou gaan en zodoende ben ik ook gevraagd. Dus ja. Als we nog even vooruitblikken naar het feestweekend. Hoe erg speelt het al in het dorp? Met de dag meer. Je ziet nu ook, men komt bij elkaar ook om de straatversiering te regelen. Nou, we hebben bijvoorbeeld ook 6 mei hebben we de voorverkoop van de kaarten voor de zaterdagavond. Janners en de Diktakkers komen. Wauw, grote namen. Absoluut, ja. Je zei net al, de vrijwilligers die komen zo, die druppelen zomaar binnen zonder dat we dat doorhebben bijna. Heb je nog hulp nodig? Ja, want het is echt een enorme logistieke operatie. Als ik al zie dat we bijvoorbeeld bij het dorpshuis een ontbijt gaan organiseren voor 500 personen. En dat die tafels en stoelen eigenlijk diezelfde dag nog weer terug moeten naar de feesttent. Ongeveer, wat zal het zijn, een 500 meter verderop. Omdat we daar 's middags de reunie, de foto-expositie en de oldtimershow hebben. Ja, dan vraagt dat bijvoorbeeld wel heel veel handjes. Ja, afgelopen week werd bekend dat die reunie er kwam op 3 juni. Wat houdt die reunie in? Ja, eigenlijk is dat toch
om bij te praten en weer elkaar te ontmoeten voor huidige inwoners en oud-inwoners van Nieuw-Buinen en Buinenveen. Ja. En het is heel bijzonder om te zien dat de mensen vanuit binnen- en buitenland naar die reunie gaan komen. En juist voor die mensen die van ver komen, vragen we ook de inwoners die van dichterbij komen om wel aan te melden. Zodat de mensen die van ver komen ook zeker weten dat er mensen zijn die ze kennen, zodat ze niet voor niks die kant op komen. Ja, staan er ook lijsten dan ergens online van mensen die zich hebben aangemeld? Of? Daar zijn we ook mee bezig, want daar wordt ook hard aan gewerkt voor de mensen die dat willen. Want uiteraard houden we ons keurig aan de AVG. Nou, helemaal goed. Dat komt vast helemaal goed. Nog één keer, wanneer is het feestweekend? Ja, het is van 31 mei tot en met 4 juni. En er is genoeg te doen, van pubquiz tot noem maar op. Helemaal goed. Heel veel feesten in Nieuw-Buinen de eerste weekend van juni. Natasja, als je nou niet in Nieuw-Buinen woont, ben je dan ook welkom? Uiteraard welkom. Het is wel zo dat we de voorverkoop van de kaarten voor Jannes en de Dikdakkers hebben in eerste instantie voor de inwoners van Nieuw-Buinen en Buinenveen. Maar het is een feest voor ons allen. En voor mensen die net over de grens wonen, dus nog even wachten. Dat bedoel ik, gewoon net over het spoor. Goed, Peter, dankjewel dat jij wou aanschuiven. Thomas, Natasja, dank jullie wel dat jullie wouden aanschuiven. Dankjewel voor het kijken. Dit was 1 op vrijdag voor deze week. Morgen kan je vanaf 7 uur kijken naar Stevens Podiumgasten. Maandag is vanaf 7 uur 1 op maandag er weer. En om het nieuws te volgen, kan je natuurlijk altijd naar onze website www.rtv1.nl gaan. Volgende week vrijdag, dan zijn wij er weer. Bedankt voor het kijken en tot volgende week. Hoi hoi!